één hogeschool, 4 campussen, duizenden studenten en medewerkers, miljoenen verhalen. Verhalen van mensen die ieder op een eigen manier onderdeel zijn van de HVA, van Amsterdam en van de wereld. Ik wil niet weten op basis van vooroordelen welke kansen mij ontzegd zijn. 7 jaar geleden ben ik gevlucht uit Syrië, omdat ik zoek was naar een veilige plek. Naast ondernemer ben ik start-up mentor, waarbij ik studenten begeleid die een onderneming aan het opzetten zijn. Studenten die bij ons stage lopen, die helpen eigenlijk Nederland veiliger te maken. Als je nu kijkt, er zijn gewoon 5 generaties die we al kunnen aankleden met de kleding die nu alleen al geproduceerd is. Wij kunnen ontzettend veel gebruik maken van de HVA door de stagiaires en door de onderzoeken die zij voor ons doen. Ik vind het zo enorm leuk om met studenten te sparren. En ik hoop dat mijn persoonlijke situatie ze daarin misschien nog wat extra's meegeeft. Ik ben bezig met een hele wijk energie-neutraler maken in Amsterdam-Noord. Ik wil gewoon echt mijn steentje bijdragen aan een duurzamere wereld. Hoe kunnen wij wat wij nu al hebben laten werken op een betere manier? Als je niks probeert, dan weet je zeker dat je het niet gaat redden. Ga alsjeblieft voor het maximaal haalbare. Samen met studenten, medewerkers en partners maken we de hogeschool, de metropool Amsterdam en de wereld een stukje beter. Meedoen? Weet ons te vinden.